Ter herdenking aan de SLM-vliegramp 33 jaar geleden zijn vanmorgen kransen gelegd bij het monument aan de Jagan en Lajmanstraat. Het werd een sombere herdenking. De kransen zijn gelegd door SLM-directeur Paul De Haan en president-commissaris Safira Yesrun. Suriname Airways Flight PY764 vertrok op 6 juni 1989 vanuit Schiphol om via Miami op 7 juni in Suriname aan te komen. Het was heel mistig in de buurt van de airport Zanderij. En kort voor de landing stortte het vliegtuig neer. Alle 9 bemanningsleden en 167 van de 178 passagiers kwamen om het leven. 11 passagiers en 1 hond overleefden de ramp. De passagiers waren voornamelijk Surinaamse Nederlanders die een bezoek zouden brengen aan familie. 15 leden van het kleurrijk elftal dat in Suriname zou voetballen kwamen ook om bij het ongeval. De hond die de ramp overleefde kreeg van de politie de naam Lucky. De SLM-crash van 1989 is de grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis.